bijvoorbeeld een shuffle. Een blue shuffle is daar een te gek voorbeeld in. Ik speel heel graag ook wel shuffles. En met name double-handed shuffles werken daar heel erg goed voor. Double-handed bedoel ik gewoon niks anders dan dat ik met twee handen in principe tegelijk speel. En dan, als je technisch bekijkt, is het niks anders dan... Ja, zo is het heel makkelijk. Basje erbij. Maar om te zeggen van jongens, wat swingt dat? Nee. Ook daar weer komt die dynamiek, want je wilt toch die backbeat erin hebben. Die. Zie je? En dat kan je natuurlijk zelf gewoon thuis studeren tot welk level je ook wil. Je kan proberen om... Kijk, en dan krijgt hij al wat meer swing. Is dat probleem van die backbeat natuurlijk heel makkelijk te ondervangen. Wat ik altijd doe, het moeilijkste wat aan dit ding, aan dit soort grooves zijn, is namelijk het zacht spelen en het hard spelen daar bovenuit te laten komen. En je kan het heel makkelijk ondervangen door die backbeats ook echt gewoon met een rimshot te spelen. Dan komen ze er gelijk ook veel heftiger uit, zonder dat je een hele grote beweging hoeft te maken. Dus in plaats van... Dan wordt het verschil nog groter. En eigenlijk vind ik altijd, hoe groter dat verschil eigenlijk is, hoe meer swing je eigenlijk krijgt. Die ghost notes zijn voor mij altijd een paar van die nootjes waarvan je denkt van, ja, oké, ze zitten er wel. Ik hoor ze niet. Maar als je ze uitzet, dan mis je ze enorm. Hetzelfde is met die opnames. Jeff Porcaro is natuurlijk, met zijn Rosanna groove, is natuurlijk een ultiem voorbeeld daarvan. Ik heb twee versies daarvan. Ik heb de gewone cd. En als je daar heel goed luistert, dan hoor je wel wat hij speelt, maar in de mix valt het allemaal een beetje weg. Maar als het er niet zou zijn, zou je het enorm missen. En ik heb ook nog een gold mix daarvan, die is ooit eens een keer uitgegeven. En dat is allemaal geremasterd en geremixed. En op een gegeven moment hoor je daar dus echt die ghost notes er lekker in zitten. Maar zonder dat ze echt irritant worden. Maar het geeft zoveel meer groove aan je spel. Want anders zou het ook niks anders zijn dan... Hij is daar echt een meester in. Ik vind het ook.